Mijn vogeltocht door Alblasserdam begon weliswaar op het Elzenpad, vlak bij mij thuis. En daar zag ik natuurlijk die barmseizen, die seizen, de puttertjes, de vinken. Even later het nonnetje in het wak met de futen. En toen ging ik het buitengebied in. Even kijken wat er in de polders te zien was. Ik zag als eerste deze prachtige buizerd. Hij heeft zijn veren opgezet. Is die veren aan het poetsen? Jawel, want wanneer het zo koud is, dan moet dat verendek natuurlijk helemaal in optimale conditie zijn. Laten de veren koud door, dan is het al heel snel gedaan met een vogel. Hij zit omstandig zijn veren te poetsen. En je ziet hem zijn veren uitzetten. Tussen die veren wordt de lucht opgewarmd. En dat houdt zo'n vogel warm. Bij Bleskes Graaf zag ik deze blauwe reiger op de oever staan. Maar om hem heen stonden misschien wel 5, 6, 7 grote zilverreigers. En die hadden ook honger. En die waren ook bezig met jagen. In de weilanden, langs de sloot. Ik heb ze niks zien vangen. Maar deze stormeeuw die had wel wat gevangen. Wat dat nou voor vis is, dat weet ik niet. Maar hij werkt een pijl snel naar binnen. In de wei stond een enorme groep koolganzen met wat brandganzen ertussen. En dat levert toch ook wel mooie taferelen op. In een groene wei zijn ze al mooi, maar in zo'n besneeuwde wei zijn ze helemaal mooi. Nou ja, dit was het resultaat van een rondje vogels kijken in en om Alblasserdam. Is het in de winter zo koud en heeft het gesneeuwd en is het overal wit? Dan kan ik je alleen maar aanraden om lekker naar buiten te gaan op zoek naar die bijzondere, maar soms ook wat minder bijzondere soorten, maar die bij elkaar toch prachtige plaatjes opleveren.